Hallo. Wij moeten douchekop repareren. Hoi lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn en dit is Melle. En Melle heeft ons een tijdje geleden getwitterd dat hij heel graag gratis wilde gaan zwemmen. Nou, dat hebben we natuurlijk al een keer gedaan en dat gaan we nu even laten zien. Oké, okay, ik leid ze allebei op. Nee, ik ga ze allebei met. Hij loopt er ook wel voorbij. Dit was het. Makkelijkste item ooit. Maar dat ging zo makkelijk dat we eens dachten dit was niet leuk om uit te zenden. Dus we gaan het vandaag proberen bij het allerleukste waterpark van Nederland. Het Tikibad! Hey! Yay! Tikibad is natuurlijk iets moeilijker dan het Amsterdamse bad waar we 2 weken geleden waren. Dus hebben we vandaag wederom een truc verzonnen. Wij gaan als klusjesmannen naar binnen. En wij zijn van het bedrijf Meijer en Zoon. Ja, Joost net even langs de ingang gelopen. En hij is erachter gekomen dat we langs 2 checkpoints moeten. Dus we moeten heel geloofwaardig overkomen. Dus vandaar ook het gereedschapkist. Die heeft 2 functies. Ja. Zogenaamd het gereedschap, maar we gaan eigenlijk gewoon onze zwemspullen hierin doen. Ja, want je moet natuurlijk je zwembroek aan hebben om te kunnen zwemmen. Niels is natuurlijk weer zwembroek vergeten, dus die kan vandaag helaas niet meezwemmen. Dus we stoppen even onze zwemspullen in de koffer. Oké. Dus, Melle, hebben we er een beetje zin in? Ja joh! Ja. Bam! High five! Super energiek, let's go! Op naar Tikibad! Yeah! Goed zo, pak hem maar aan. Zit hierin? Alweer zo makkelijk. Zijn we nu binnen? Ja. That's it? En wat er in Amsterdam gebeurde is gewoon nu exact hetzelfde gebeurd. Déjà vu. Ja. Déjà vu. We staan nu in het park. Een Tikibad, daar heb je ook weer een apart kaartje voor nodig. Dus daar moeten we nog zien binnen te komen. Ja, als het net zo makkelijk gaat, zijn we binnen 5 minuten binnen. Dus ja. Lagol. Maar nu moet, ik denk dat het nu iets moeilijker wordt. Dus we moeten nu ons verhaaltje goed klaar hebben in ons hoofd. Toch? Ja, een loodje. Zullen we nog even 1 attractie in? Nee. Ik heb zo zin in het Tikibad. Oh, heerlijk op zondag in de regen. Lekker zwemmen binnen. Hey Melle. Ja jongens. We zijn er. We zijn bij een grote droom. De Tikibad. Nou ja, we staan nu voor het Tikibad. De eerste ging natuurlijk veel te makkelijk. We konden gewoon doorlopen. Nu heb je waarschijnlijk poortjes waar we 1 voor 1 voorbij moeten. Dus we moeten nu gewoon echt allemaal hetzelfde verhaal hebben. We komen douchekop vervangen. Ja. Toch? En we zijn al binnen geweest, dus we, ja. Ik zit die gereedschapskist gewoon daar op het loket heel kort en dan. Ja, precies. Duimpje omhoog. En als er weer mogelijkheid is om door te lopen, doen we dat gewoon weer. Ja. Dat was natuurlijk wel heel lekker. En kom een beetje mannelijk over, hè. We zijn wel gasten die wat kunnen repareren. Sowieso. Jij ook, Martijn. Ik ben. Jij ook, Martijn. Oké. <Okay. laughs> Ja, je hebt echt zieke poortjes. Nee, wat is die weg heel lastig? Wat is die weg hier? Wordt echt heel lastig. Hallo, wij moeten een douchekop repareren. Dus ik weet niet met de. Hallo? Waar ben je vandaan? Ik ben een. Loodgieter. Van Meijer en Zonen. Dan moet het hier genoteerd staan. Oh. En er staat niks genoteerd. Nee? Nee. Oké. Oké. Oké, dat lukt het totaal niet. Dus we moeten nu even een ander deurtje vinden, jongens. Gozer, we kunnen ook over dat muurtje daar klimmen. Ja, maar wat is hier rechts dan? Uitgang. Ja, maar daar kan je toch ook naar binnen dan? Ja, misschien gewoon wel. Laten we even daar naartoe lopen. Ja. Oh, wat hier? Jongens, wat is dit? Jongens, wat is hier? Ja, gewoon loodgieter in gang. Ga eens even. Kom, we gaan dan. Goeie. Vooral met het gereed van dus. Wat voor fuck? Ja, er stond dus gewoon een deur open waar we voorbij liepen. Dus we zijn gewoon die deur ingelopen en je kwam rechtstreeks hier aan. Nou ja, we waren natuurlijk allemaal gekleed, dus we zijn er heel gaan opkleden. Alleen Niels heeft nog geen zwembroek, dus we moeten onszelf nog maken, Melle.
Maar hoe was dit? Hè? Is het bizar? Gewoon weer. Nou, we gaan met de super slide. Echt wel. Zin in? Leuk, super leuk. Jongens, hoe hebben jullie het gehad? Nou, het was oprecht leuk, toch? Maar hoe vond jij het? Ik vond het ook wel leuk. Super vet, man. Ja. Ja, toch? Beter dan Amsterdam. Ja, ja, ik kon niet erin dat ze hard ging, die glijbaan. Die glijbaan gaan hard, hè? Maar ja. Hoe heb jij het gehad, Niels? Ik heb me echt ontzettend vermaakt in mijn eentje. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je een paar tentjes bezocht waar je kan eten. Ja. Nog met de kikker op de foto gegaan, natuurlijk. Ja, die zie je op zijn Instagram. Hey, voor mij was het een heerlijke zondag. Anyway, vond je dit nou een leuke video? We hebben nog veel meer leuke video's. Abonneer op ons kanaal. We hebben Instagram, Facebook, Twitter. Je moet allemaal even liken en abonneren en zo. Ja, doe er wat leuks mee. Ja. En als jij nou ook een wens hebt thuis en je wil onze hulp hebben, post dit dan even op social media. En wie weet zie je volgende week onze nieuwe aflevering. Ja, voor nu, tot ziens. Tot ziens, dag. Dag.